Ik ben in gesprek met burgemeester Verhoeven in zaken het coronavirus, althans als het gaat om de update ervan. Waarin verkeren we op dit moment? Wat moeten we weten? Wat zijn de verscherpte maatregelen? Wat moeten Gouwen daar vooral in het hier en nu wel en niet doen? Daar gaan we over praten. Kunt u daar iets over zeggen op voorhand, voordat we vragen stellen? Ja, het is een hele ingrijpende tijd voor veel Gouwenaars. Scholen zijn dicht, je kunt niet meer naar de sport of naar de fitness. De Biep is gesloten, de Schouwburg heeft voorstellingen afgelast. Ja. Het openbare leven is echt met krassen en piepen. Ja, piepen en krassen volgens mij is die zomaar. Piepen en krassen komt op tot stilstand gekomen. Ja. En met name voor bepaalde sectoren, dan denk ik aan de horeca, aan ZZP'ers, opeens een grote inkomensval. Mensen die hele dagen nu in een kleine ruimte zitten, denk ook aan onze ouderen in de verzorgingstehuizen. Heel ingrijpend, maar het is ook nodig. Ja, nou met name dat die laatste maatregelen over het sluiten van de verpleeghuizen. Ja, dat doet je inderdaad bedenken, wat zou je nog kunnen doen om die mensen toch een beetje een hart op de riem te steken. Anders dan vaker te bellen, want ze willen waarschijnlijk, missen het contact juist, het reuring. Ik zie in Gouden echt hele mooie initiatieven ontstaan. Via de social media wordt er ook wel te opgeroepen. Ik zag dat twee jonge mensen vanuit de theaterbakkerij een optreden hebben gegeven voor de Zavelberg. Ik zie dat er tekeningen worden gemaakt, dat kinderen soms gaan zingen voor de ramen. Hoe ingewikkelde tijden bezorgd ze ook zijn, er komt ook een enorme saamhorigheid en sociale energie vrij. En dat is ook weer bemoedigend. Ja, en ik denk daarnaast ook vooral veel meer bellen dan we gewend waren. En gewoon toch eventjes die aandacht geven dat daar belangrijke bijdrage in is te leveren. Ja, hoe ingewikkeld het ook is. Want je wil graag... Erasmus heeft een prachtige uitspraak gedaan. Een mens wordt niet voor zichzelf geboren. Mm-hmm. En juist in deze tijden wil je graag je ouders of je oude tante of de mensen die kwetsbaar en wat ouder worden graag tegemoet treden en contact met ze hebben. En dat is dan fysiek niet meer mogelijk. Dat is onnatuurlijk ook. Ja, het is elke dag weer even afwachten hoe is de situatie nu. Voorziet u op den duur nog een lockdown ontstaan in Nederland, zoals ook in omliggende landen? Ja, die hebben we in feite nu al bijna. Er is eigenlijk al heel veel wat stil ligt. Ja. En we weten niet wat er gaat gebeuren na 6 april. Wat de experts althans vertellen is dat we volgende week een piek kunnen verwachten. Daar waar het gaat om het aantal mensen wat dus besmet zal zijn. En de eerste besmettingsgolf zo gezegd die op de IC mogelijk gaan komen. Dat gaat ook weer iets doen in de samenleving, verwacht ik. Dus het zijn dagkoersen nu. Ja. En als het gaat om Gouda en als het gaat om de grote winkels die nog open zijn. Hè? Als ik denk aan de Sena, de Hema, de Blokker. Heeft u enig idee of dat nog lang open zal blijven? Of heeft u daar geen enkel zicht op? Nee, bovendien ga ik daar in de eerste plaats ook niet over. Dat is echt aan de ketens zelf. De lijn is dat er ook nog een heleboel wel kan. Je mag naar buiten, je mag ook steeds naar de winkel. Je mag ook nog steeds naar de supermarkt. De warenmarkt in Gouda zal morgen aangepast ook doorgaan. Okay. Maar neem wel voldoende afstand. Was je handen en als je dan spullen meeneemt, vers producten, zoals bij de viskraam, niet gelijk ter plaatse opeten, maar elders nuttigen. Ja. Dan kunnen we een heleboel zaken nog wel laten doorgaan. Ja, en daar is natuurlijk inderdaad heel veel zin en onzin over gecommuniceerd. Hè. Bijvoorbeeld een mondkapje heeft geen toegevoegde waarde. Anders dan dat ze heel bijzonder moeten zijn met een soort ventieltje. En dan ook alleen maar voor het zorgpersoneel. Ja, je hebt een heel bijzondere zorgkap of mondkap die heel strak zit. En met inderdaad, ik ben ook geen expert. Mm. Maar dat is echt een andere mondkap dan eentje die je bij de bouwmarkt koopt als je gaat schuren. Ja. Dus dat is gewoon een ander type mondkap. En op zichzelf de maatregelen die het RIVM heeft afgekondigd voor iedereen. Namelijk geen handen geven, voldoende afstand houden. Blijf thuis als je ziek bent, dat is voldoende. Ja, dat klopt. Het is geen hogere wiskunde. Ja, nee, dat klopt. En het is gewoon wel geruststellend om te weten dat bijvoorbeeld zo'n markt wel blijft of voorlopig nog kan blijven. En het zijn ook eerste levensbehoeften die daar worden aangeboden. Er wordt kleding aangeboden, er wordt voedsel aangeboden. En op het moment dat je die gaat verbieden, A, je treft er heel veel ondernemers mee. Mm-hmm. Maar B, dan wordt het nog drukker in de supermarkt.
Ja. Ja, supermarkten zullen altijd open blijven. Wat er ook gebeurt, daar kunnen we niet zonder. Nee, je hebt ook je leven te blijven. Ja, ja, nou, het is ook een geruststelling. Dus de mondkapjes, ja, dat was inderdaad even een dingetje. Daar hoeven we niet aan te beginnen. Het hamsteren, dat blijft ook zo'n heet hangijzer. Men hamstert nog steeds en de schappen blijven leeg. Wat moeten we daar nou toch aan doen? Het is heel fascinerend fenomeen, hè? Dat je enerzijds een soort rare mengeling ziet van solidariteit en met elkaar meeleven. Bijvoorbeeld wat afgelopen week gebeurde, dat iedereen ging applaudisseren voor de zorg. Ja. Ook rond onze zorginstellingen. Echt fantastisch. Mm. Maar diezelfde mensen die klappen, die zijn misschien de dag erop alweer naar de supermarkt gegaan om daar paracetamol of wc-papier te halen. Ja. Terwijl er voldoende voorraad is. Omdat eigenbelang namelijk ook een hele sterke driver is. Hardnekkig fenomeen, ja. Een heel sterke driver is van menselijk gedrag. En het moreel appel van de regering is en blijft, en voor mij ook, doe het niet, hou rekening met de ander. En zeker voor de mensen die werken in de zorg. En die s'avonds thuiskomen en nog even naar de supermarkt gaan en dan vervolgens alleen nog maar een bepaald soort bonen kunnen eten, omdat alle andere spullen opgegeten zijn, omdat er geen brood meer is. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja. Ook niet nodig. En als het gaat om de kwetsbaren in de samenleving, even los van de ouderen onder ons, de dak- en thuislozen, is daar ook een aparte regeling voor of een maatregel voor aangescherpt? Nou, deze groep gaat me zeer nauw aan het hart. Mm-hmm. En er is ook een koude regeling van kracht. Dus er is op zichzelf voldoende slaapplek voor de dak- en thuislozen in Gouda. En waar moet ik dan denken? Dat is bij Degen des Heils geregeld? Ja, dat is de partner die de opvang van dak- en thuislozen organiseert. Mm-hmm. Oké, dat is een hele geruststelling. Dan kom ik toch op het aantal zieken, het aantal besmetten in Gouda. Is daar een getal bij te noemen? Is om hoeveel mensen gaat het? Formeel zijn op dit moment 9 mensen bevestigd die besmet zijn met corona. Tegelijkertijd zeg ik ook, er zijn misschien wel meer mensen in Gouda dan die 9 besmet, maar die zijn niet meer geregistreerd omdat die niet meer worden getest. Want het testbeleid is voor een beperktere groep. Je kunt er in die zin niet zo heel veel meer van zeggen, omdat ook het bij de GGD zo druk is dat we ook niet meer elke dag worden geïnformeerd over het hoe en wat. En dat eigenlijk voor goede informatie over het aantal besmette gevallen het beste bij het RIVM, met de landelijke organisatie, terecht kunt. Ja. En met die 9 besmettingen waar u van weet, heeft u daar contact mee gehad? Of gaat u dat nog doen? Ja, de eerste wel. Ik heb de eerste persoon gebeld. Was een 19-jarige man. Ik had ook heel graag met anderen in contact getreden. Maar de GGD heeft het zo druk dat ze er nu niet aan toekomen om alle burgemeesters van alle besmette gevallen in de hele regio de privégegevens te verschaffen. Want je zit tegenwoordig met strengere privacyregelgeving. Je kunt niet zomaar de persoonlijke gegevens van patiënten krijgen. Nee, dat klopt. En ik hoorde ook een wat alarmerend bericht over de voedselbanken, dat daar tekorten zouden zijn. Hoe is het gesteld met de voedselbank in Gouda? Niet zozeer dat er tekorten zijn in voorraad, want er is nog op zichzelf wel voorraad. Alleen er was tekort in capaciteit, dus handjes, mensen die daar kunnen helpen. Althans, de standaardgroep die het jaar in jaar uit voor al die gezinnen doet en regelt. Fantastisch wat dat gebeurt in Gouda. Die hebben besloten om het werk neer te leggen. Omdat zij namelijk ook tot de kwetsbare groep horen. Ja. En wij hebben nu als gemeente een bypass aangelegd. Een soort noodverband. Waarin we met maatwerk alsnog deze gezinnen gaan helpen voor de komende periode. En ondertussen wordt op de achtergrond echt keihard gewerkt om de handjes die er wel degelijk zijn in de stad. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die nu thuis zitten. Of studenten van de mbo's. Die echt wel iets voor de medemens willen betekenen. En dan is de uitgelegen kans. Ja, zeker. Om dat nu in te regelen. Maar ja, dat hebben we niet van de een of andere dag georganiseerd. Dus daar wordt aan gewerkt. Dat ziet er ook goed uit. En de mensen die gebruik maken van de voedselbank, die krijgen hoe dan ook hulp. Okay, voor de voedselvoorziening. En als het om u persoonlijk gaat, wat houdt u persoonlijk nou het meest bezig als het gaat om bestrijding van het virus? Waar kunt u het meest zelf aan bijdragen voor uw gevoel? Nou ja, je draagt met elkaar vooral heel erg bij. Dus je ziet dat het Rijk en de provincie en de gemeente, de waterschappen, eigenlijk alle overheidslagen staan nu nog maar in één stand. En dat is deze crisis moet de wereld uit en dan moeten we zo snel mogelijk
zien te organiseren met elkaar. En dat is nog ingewikkeld genoeg. Ja. En wat mij dan bezighoudt is van hoe lang gaat dit duren? Ja. Want dit is zo'n ontwrichtende, bijna historische periode. Ik had vanmorgen bijvoorbeeld contact met alle schoolleiders in Gouden. Mm. Althans, van de grote onderwijsinstituten hadden wij een conference call. Dus via de webcam hebben we een vergadering gehad. En een van de directeuren zei, wat we nu maken is ook een soort revolutie in onderwijsland. Dat je in 2 weken, 2 dagen tijd zelfs, van een volledig klassikaal systeem overgaat tot een volledig digitaal systeem. Ja. Ja, dat is ongekend. Je zou bijna kunnen denken van, wordt dat toch ooit teruggedraaid? Of nou, gaan we straks gewoon door met waar we dan zijn geëindigd in onze ontwikkeling tot dan toe? Ik verwacht zelf dat de coronacrisis wel, zeg maar à la 11 september, de val van de Berlijnse muur. Ik ben toch historicus. Dus ik ben benieuwd wat gaat hier nou gebeuren in het tijdsgericht. Dat dit wel een soort van demarcatie in de samenleving wordt. En dat we een soort voor corona en een na corona periode zullen hebben. En dat we dan toch na deze periode ook als het normale leven weer hervat geworden. Bepaalde systematieken die we nu toepassen en testen met elkaar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld afstand of onderwijs op afstand. Ja. Vergaderen op afstand. Dat het gewoon vaker gaat gebeuren. Ja. Dus het gaat ons ook het een en ander gewoon brengen. Nadelen hebben soms ook voordelen. Maar het valt toch in het niet in het feit dat, zoals onze premier dat zegt, het land ziek is. En wij hopen echt heel snel dat het weer beter wordt. Ja, precies. Want er zijn ook cijfers gegeven over andere griepcrisissituaties. Waarbij ook zoveel mensen overleden. Nou ja. Maar niet te vergelijken met waar we nu in verkeren. Nou ja, griep als zodanig. We hebben in 2018 een grote griepgolf gehad. Ja. Met echt duizenden doden. Dat is ook niet uit te vlakken. Maar de sterfte, de mortaliteit, een lelijk woord, van corona is echt wel vele malen hoger dan een gemiddeld griepvirus. Ja. Dus het is wel echt een heel serieus virus om goed in de gaten te houden. En hopelijk gaat het. Ik denk ook dat mensen het steeds bewuster gaan ervaren dat het. Wat me opvalt in Gouda is dat eigenlijk alle maatregelen die worden afgevaardigd vanuit het Rijk, of dat nou het sluiten van de horeca is, of dat de scholen gaan, of dat wordt gezegd, kom nou niet meer dan met 100 mensen bij elkaar, of kerken organiseren het anders, doe het digitaal. Er wordt massaal vrijwillig naar geluisterd. Dus wij hebben extra capaciteit van bijvoorbeeld handhavers, van BOA's, ingeregeld. Maar wij hoeven niet extra bonnen of boetes uit te delen, want er wordt vrijwillig naar geluisterd. Omdat mensen zelf wel beseffen, ja, dit is onze gemeenschappelijke vijand. We moeten hier met z'n allen als hele samenleving wat aan doen. Ja, want wat u zegt over de kerken, dat geldt dan ook voor moskeeën, neem ik aan. Dus alles waar gewoon veel mensen bij elkaar komen, dat wordt zoveel mogelijk nou digitaal wordt. Nou ja, vanmorgen had ik contact. Ja, nou ja, of niet. Dus ja, vanmorgen had ik contact met de moskeebestuurder. En die heeft gewoon besloten om vandaag het vrijdagmiddaggebed gewoon niet door te laten gaan in de moskee. Het gaat gewoon dicht. En als je dat elke vrijdag doet, of je gaat elke zondag naar de kerk, of je gaat elke zaterdag naar de voetbal. Ja, het zijn allerlei hele belangrijke rituelen die doorbroken worden. Ja. Mensen zijn sociaal aangelegde wezens en je hebt elkaar nodig. Gewoontes en ritueeltjes. Die zijn ook belangrijk in het leven. En als dat opeens tot stilstand komt, dat is vervelend. Maar het is ten dienste van een grote belang, namelijk volksgezondheid. Ja, helder. Ja, tot slot, heeft u misschien ook nog persoonlijk een extra tip of advies te geven aan de Goudenaar? Of zegt u van, ik heb eigenlijk hiermee gewoon wel alles gezegd wat ik... Nou, misschien dan toch maar aansluiten bij datgene wat Gouda zichzelf al eeuwenlang voorhoudt. Mm-hmm. Door de doornen naar de sterren. Het is nu een rondheid. Maar laten we werken aan en verlangen naar een mooiere tijd die komt. Het gaat een keer over en we gaan dit klaren met elkaar. Ja, helder. Nou, dank u wel.